zoals jullie zien, onze account is gehackt en delete. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, al die old video's zijn gone. Maar één foto dat je hebt gemaakt. Nu heb je ons 10 maal gemotiveerd. Meneer Fossiel? Zit hij hier Fossiel of zo? Ja, ik had de afspraak om 5 uur. Ben u meneer Fossiel? Maar even kijken, ben u meneer Widap? Ja. Oké, ja, dan bent u op het juiste adres. Maar u leek wel niet op die persoon die ik zag op de profiel. Meestal lijken niet altijd op de naam die gegeven wordt, maar ik ben wel de therapeut die u zal behandelen. Ja. Okay. Er was een intakegesprek waar u aangaf dat een aantal dingen u dwars zat, daarom zit u hier. Snapt u? Anders zou iemand anders hier zitten, maar u bent hier, dus u die problemen. Maar laten we van start gaan. En hoe voelt u zich? Ja, de afgelopen 3-4 maanden ervaar ik wel heel veel stress. Dus ik geef aandacht met hoe voel ik me. Ik heb stress. Ik wil niet weten hoe lang, maar je kunt verder gaan. Mm-hmm. Dus vanaf ik een bepaalde soort video's maak, mm-hmm. ontvang ik heel veel verschillende energieën. Mm-hmm. En soms stoort het me, soms ben ik er oké mee. Ik zit er gewoon mee. Oké. Wat je al aangaf in het intakegesprek zijn een heleboel punten en we gaan ze eigenlijk even behandelen. Het zijn een aantal. Maar, wat is je naam? Ik heb je al aangegeven van het is meestal niet verstandig om aan de therapeut te vragen, te veel te vragen. Dus dan houden we het gewoon zo dat ik u steeds de vragen stel en niet te veel. Ik zal zelf aangeven als ik een vraag wil beantwoorden. Als u geen antwoord krijgt, dan houden we het gewoon zo. Ja? Duidelijk maar. Waarom bent u eigenlijk naar hier gekomen? Ik snap dat niet. Niet naar Nederland? Ja. Ja, om te studeren en ik wilde altijd mijn dromen vervullen. Weet je, voor mij was altijd de droom om leuke video's uit te brengen waar mensen uit kunnen lachen. Mm-hmm. Waar er een comedy als genre naar buiten wordt gezet. Ja, het was gewoon voor mij belangrijk om mensen te laten lachen. That's it. Dus jij wil mensen gewoon laten lachen? En denk je dat je daarin geslaagd bent tot nu toe? Ja, dat is... Ik lach wel niet, dus ja, misschien ja, de andere mensen, maar denkt u dat u geslaagd bent tot nu toe? Het ligt subjectief. Subjectief. Kunt u dat voor me spellen, het woordje subjectief? S-U-B-J-E-C-T-I-F. I-E-F. Oh, nee. Kijk, spellen is meestal een vloeiende samenhang, maar ik zie dat u daarmee een beetje struggelt, dus we gaan niet te veel daarop in. We hadden al klank geweest, maar is niet erg. Dacht u ooit dat u zo'n exposure zou krijgen qua de video's die u eigenlijk op het internet zet? Nee. Toen ik begon met Pop de Balloon, dacht ik het zou bij de tweede episode of derde episode al finito zijn, ja, al klaar. Maar waarom doe je het als je niet erin gelooft dat iets groot kan worden? Ik geloofde wel, maar als star. Kijk, voor mij was het belangrijk. Nee. Kijk meneer, dat zijn zaken die wij hier ook behandelen. Het feit... Of het moment dat jij aangeeft om iets te willen doen in het leven. En het is wel belangrijk dat je er progressie in ziet en dat je eigenlijk al de droom ziet. Is je pet altijd zo als therapeut? Sorry, het is wel echt... Ja, dat is een manier van een personage. En het hangt ook gewoon af wie op de bank komt zitten. Dus dan pas je eigenlijk aan de maar omgeving. Maar dat is wel netjes. Ik kan wel schattelijk over eigenlijk gewoon mezelf. Ja, dat is geen probleem. Maar daarom betaalt u mij en ik bepaal hoe ik mijzelf dan... Kleed, snapt u? Het is niet voor u om zich druk te maken. Okay. Het eindresultaat is belangrijk. Ja. Oké, prima. We gaan verder. Ja, wat ik al vroeg. Ja, kijk, voor mij was het belangrijk om 30.000 mensen binnen te krijgen met de eerste video. Dus dat was al genoeg voor mij om een start te maken, om verder video's te maken, verder... Ja, mensen te entertainen, om het zo te zeggen. Want ik zie mezelf... Ik heb een heel... Dat gaan we liever niet doen. Het is niet netjes om de therapeut... Gewoon persoonlijke space is belangrijk. Dus we gaan die gewoon ja, netjes doen. Ik voel me comfortabel. Nee, zeker niet. Okay. Je mag je comfortabel voelen, maar in uw hoekje. Ja? Ja. Het is daar. Oké. Ja. Ik zie mezelf als een part-time everything, full-time hustler. Het is interessant, hè? Wat ik daarmee bedoel is, ik zou alles kunnen doen. Bouwvakker. Loodgieter. Meneer. Part-time everything. Nee, meneer Depp, als u zegt alles,
Ik denk, dat ga ik u eigenlijk gelijk corrigeren. Ik denk niet dat u deze rol qua therapeut zou kunnen vervullen. Maar dat is gewoon iets dat ik u aangeef. Dus als je zegt alles, zeg dan, en ook daarbuiten zeg, ik kan alles doen behalve te zijn als de therapeut die hier zit. Gewoon, ik corrigeer u alvast. Oké. Oké, gaat u verder. Ja? Ja, ik, ik geloof dat ik alles zou kunnen als ik de tijd ervoor neem of zet. Oké, zo je bekijkt. Ja. Ja, maar ik ben een fulltime hustler. Dus nogmaals, het was voor mij gewoon die start. En was het een zware keuze om naar hier toe te komen? Nee. Dat is heel simpel. Het was eigenlijk makkelijk. Nou, waarom? Ja, ik wilde. Je wilde het? Ja, ik wilde het. Waar er wil is, is er een weg, toch? Waar er wil is, is er een weg. Mm. Want jij wilde ook die pet zo aandoen, maar je hebt het aangedaan. Je sok, je... Ja, je bent heel grappig bezig. Hè. Ik zie het. Je wil me ook aan het lachen brengen. Hè. Maar dat gaat u nog even wat meer moeite moeten doen. Denk jij dat je een positieve of toegevoegde waarde brengt in het leven van de mensen of de contestanten die je naar hier laat komen? Ja, zeker. Ik ben wel echt een matchmaker. Dat is echt mijn doel, elke video. Ik zeg, je bent een matchmaker. Ja. Maar ik heb eigenlijk naar bepaalde beelden gekeken. En je kunt niet altijd een match vinden. Nee, maar... Hoe staat dat met u? Als je aangeeft dat u de matchmaker bent die niet altijd een match kan vinden, dan ben je geen matchmaker. Ik ben een matchmaker, maar ik kan toch niet altijd 100 scoren? Ronaldo scoort niet altijd zijn bal. Hey, kijk, dat is voetbal. Dat kunnen we de vergelijking niet maken met Ronaldo. Zeker niet met jij en Ronaldo. Ja, maar jij gaat met 100%. Niemand doet 100%. Ik doe mijn best wat ik kan. Maar als ik ga kijken, de schaal 1 tot 10, dan bent u niet ver bij 2. Dan ben je wel de matchmaker. Dus is dat niet een struikelblok voor u? Dat u meestal stresst of... Kijk, u mag lachen, hè. Lachen maakt antistresshormonen, maar... Ik zit er mee soms. U zit er mee. En hoe denkt u dat te zien op te lossen of... Maakt het u gewoon niet uit als het... Broeder. Het is therapeut. Ik ben uw broeder niet. Ja? Het is heel belangrijk dat je de juiste woordkeuze gebruikt in zo'n gesprek. Oké. Snapt u? Laat het respect blijven naar de therapeut toe. Dank ja, dit voelt, je voelt meer als mijn vader aan dan een therapeut. Jongeman, als ik je vader was, zou je hier niet zitten vandaag. Ja? Oké. Laat dat duidelijk zijn. En dan ligt het aan de opvoeding en... Deze therapeutische sessie zou je niet nodig hebben. Nou, toen bakken de klap, je wil kiezen en dan was het opgelost. Maar af en we gaan verder. Ja? Je bent best wel kort hoe je op die stoel zit. Hoe definieert u kort? Want ik hoe kan ja, ik zien dat ik... Ja, sowieso, zo begrijp ik. Maar als ik kijk naar je voet, zie je er niet zo lang uit. Alhoewel je zit en ik echt je hele lijf zie. Toch kan ik zien dat je kort bent. Hoe is het daten voor jou? Want het is een gesprek voor ook jou. Want het is wel belangrijk dat een kort... Is hoe jij het ziet. Wat is kort voor jou? Kijk, ik ben 1,72 meter. Dus alles korter dan dat is. Oké, dus dat is wat u vindt. Is het een feit? Nee. Zolang u niet met statistieken en cijfers kan bewijzen dat kort zijn wanneer de 1,72 zo is, dan is het geen feit, dan is het een mening. En een mening is iets van u en het is niet zo. Duidelijk. Dus ik ben dan niet kort, want het is geen feit. Oké, maar hoe gaat het daten met jou? Het daten, ik zou zeggen dat een... ik zal een goede zin gebruiken van iemand die ik laatst hoor. Ik ben gezegend met de vrouwen. Ja? Laten we dat zo houden. Oké. Okay. Nou, laten we even verder kijken. En dan gaan we even een beetje dieper op in. Waarom doe je dit eigenlijk? Wat is je drive? Mijn drive... Waarom doe ik pop de balloon video's? Of waarom maak ik überhaupt video's? Wat geeft je de drive om elke week content... De mensen. Dus je doet het voor de mens? Ja, ik ben een entertainer. Dus je doet het eigenlijk niet voor jezelf? Ik vind het ook leuk om te doen. Maar nou, waarom doe je het als je het voor de mens doet? En als de mens niet tevreden is, wat ga je dan doen? Kijk, luister. Kijk, sowieso... Meneer, ik ga je nog een keer op... Ja, sorry. Het gaat automatisch. Nee, sowieso... werk eraan. Sowieso een minpunt. Te veel intieme contact. What? Zeker niet, ja. Sowieso een aandachtspunt. Maar gaat u verder? Kijk, sowieso als je iets doet wat je leuk vindt, verwacht je dat je een bepaald feedback terugkrijgt. Mm-hmm. Positief of negatief. Mm-hmm. En gezien het de afgelopen tijd wel wat positief is geweest. Even, Tim, mag ik een wat water van je graag? Want het wordt een beetje een dingengesprek hier en mijn keel wordt al droog. En mensen beginnen al skooma te krijgen langs hun lippen, maar water helpt wel. Dankjewel. Oké. Goed. Moet je een slok? Ik moet van jou water drinken.
Nou, mensen zeggen het is wel goed dat als je eventueel een slok neemt van een persoon die een goed verstand heeft en potentie heeft in het leven en een bepaalde mate van kennis en know-how heeft, dat het goed is als je een slok neemt. Misschien komt dat over naar jou. Nee, maar. Ja. Neem maar op. Goed zo. Oké, meneer Depp, we gaan er even een beetje dieper op in. Want er zijn ook een aantal gebeurtenissen gebeurd binnen de video's en ook in uw leven. Waarom bent u gestopt met dansen? Hoe is het dat ik dans? Als therapeut zien we bepaalde dingen in. En misschien bent u vergeten dat u bij het intakegesprek ook bepaalde dingen aangaf. Maar waarom bent u gestopt met dansen? Ik voelde me niet gehoord. Ik was dat, in de dansgroep en ik voelde me niet gehoord door de anderen. Dat is toch logisch? Hoe kan men je horen als je danst? Is toch... Ik bedoel, je dans. Ja, ik bedoel het niet. Als je nog zong, kan ik nog aangeven van ik word niet gehoord, dan snap ik dat misschien je stem niet goed wordt of je kan gewoon niet horen. Het komt gewoon niet eruit. Maar als dans moet men je niet horen. Men moet je, ja. Let op, je men moet je zien. Snap je? Dus ik denk dat je kan aangeven dat de moves die ik maakte en de gebaren niet werden gezien. Ja. De woordkeuze is belangrijk. Ik zei woordkeuze. Ja. Dus waarom ben je gestopt met dansen? Omdat ik niet werd gezien. En hoe komt dat? Ik had het gevoel... Je bent wel heel, heel erg komische persoon. Ik had het gevoel dat mijn dansgroep, want ik was in een dansgroep genaamd Flip Dancers en... Flip! Snap het, het werd gewoon geflipt. Maar ik snap het, ja. Je was in de flip, ja. En toen ik met danspasjes kwam, namen ze het niet aan. Ze dachten van, dat kan ik snappen. Een dansgroep die heet geflipt en jij kwam en ja, ze gaan je gewoon flippen. Maar dat is geen probleem. Ik ben blij dat u dat achterwege heeft gelaten, want dat was niet uw roeping. Maar we gaan verder. Het is wel belangrijk dat we wel moeten weten, wat is eigenlijk uw echte naam? Ja, dat heb ik liever privé. Dat wil u privé? Voor de mensen die me kennen, if you know, you know. Laat me het maar zo zeggen. If you know, you know. Dus voor een aantekening, hij is heel erg teruggetrokken op het gebied was, van... Wat schrijf je? Ja, je bent gewoon teruggetrokken, want ik heb je gewoon een hele normale vraag gesteld van wat is je naam? En je wil gewoon hier interessant doen om niet aan te geven wat je naam is. Is interessant. Maar dat is niet erg, meneer Widep. Ik snap het. U wordt niet gehoord. Oké, Samuel. Samuel. Is dat Bijbels? Ja, inderdaad. Samuel. Christendom, ja. Het is ook niet goed om niet altijd juist te zijn. En niet te liegen tijdens het interview, maar we houden het daarop. Dus ook werken aan de waarheid spreken. Afijn. Hoeveel verdient u per maand? Dat is wel echt een vrijpostige vraag. Ik ben brutaal. Nou, welke therapeut is eigenlijk vrijpostig? Ja, ik vind dat een brutale vraag. Het zijn intieme gesprekken waarbij ik bepaalde vragen stel. En dat heeft niet te maken met vrijpostigheid, maar gewoon uit interesse. Is dat jouw pen? Het is wel belangrijk dat de juiste cijfers naar binnen komen. Is het jouw pen? Ja, zeker. Oké. Okay. Het heeft een sterretje. Dat wonderen eventueel kan verrichten. Dus na dit gesprek zal ik bepalen als jij wordt genezen of... Als jij niet meer zou zitten met de stress. Ja, dat is gewoon iets van mij. Nou, we gaan verder. Waarom is het zo dat ik steeds bepaalde mensen zie in dit interview? Van waar haal je die mensen? Het irriteert me dat ik steeds dezelfde mensen zie. Hoe pak je dat aan? Want ik snap het niet. Kijk, de mensen moeten zich vrijwillig aan. Of vrijwillig. En wie ben ik om ze, zeg maar... af te kraken of... Nee, je bent wel iemand, je bent een mens. Okay. Zo zie ik het. Dus ik laat gewoon iedereen meedoen als iemand... ja, en niet zo denderend uitzien voor bijvoorbeeld... een andere persoon of die zegt... ja, de persoon vind ik lelijk. Maar het ligt subjectief, zoals ik heb aangegeven. Maar iedereen verdient liefde. Vandaar je echt van iedereen ziet. Dus vandaar dat mensen steeds komen. Ja, je ziet voor alles hier. Oké. Heb je liefde gevonden? Trouwens, nee, sorry. Het gaat about me. Dus. Yes, dat is heel belangrijk. En waarom zal ik liefde moeten vinden als ik liefde krijg? Snap je wel? Ik ben gezegend. Je moet onthouden wat ik zeg. Hè. Het is heel belangrijk. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Kun je alsjeblieft je telefoon in je zak zetten? Maar ik wil even wat laten zien. Wat zou je mij laten zien? Kijk, het is wel...
Simpel. Ja. Ja? Oké. Oké. Dat zijn, is een dame die jullie. Is gewoon achteraf, ja? Oké. Okay. Er is ook heel veel Haisa op het. Hoe noemt men haar? Batisanka. Alisa. Ja, haar heb ik ook zo vaak zien voor. Wat is. Ik snap het niet. Waar heb jij haar gevonden? Ik zie dat je inderdaad stoort. Nee, het stoort mij niet. Het is gewoon een hoe zal ik het zeggen? Het is een. Nee, Alisa is eigenlijk. Ja, de people's favorite. Oh, people's favorite. Ja. Vind jij dat ook? Als het mijn favorite is? Ja. Ik heb geen favorite. Oh, geen favorite. Oh, je hebt geen favoriete persoon? Nee. Ook niet in het leven? Alisa is zeg maar de people's favorite. En de mensen, die mensen willen haar terugzien. Dus nogmaals, wie ben ik om Alisa daar af te wijzen? Maar waar heb je haar gevonden? Alisa komt eigenlijk van een andere dame die ook had meegedaan met de Pop de Balloon. Mm-hmm. En ja, zo ging het. Ik had die dame gevraagd van, hey, heb je andere dames die graag zouden willen meedoen? Vrijwillig natuurlijk. Mm-hmm. Ik had geen pistool voor in hoofd. Snap je, maar ik doe niet dit soort dingen. Snap je? Dus toen is ze dan Alisa geïntroduceerd van, hey, zij wil leuk doen en rest was history. Hmm. Maar dan vraag ik me af, hè. Batisanka heb je erin, je doet je interview, alles. Maar van waar ben je met dat idee gekomen? Want ik ben jij de maker van Pop the Balloon? Nee, ik ben niet de maker. Het is sowieso een Amerikaans concept. Mm-hmm. En ik zou dit concept. Dus je neemt dingen eigenlijk gewoon over? Hmm. Dus niet uniek, oké. Okay. Dus je neemt dingen over, maar ga verder. Het is een Amerikaans concept en? Ja, ik heb het gewoon. Ik zag een gat. Niemand had het toen gedaan in Nederland. Ik was de eerste, zeg maar. Dus Nederland heeft een gat. Ja, nee, ik wil het weer. Is er je luistert niet naar me. Ik voel me niet meer gehoord nu. Dat bedoel ik. Nee, ik voel je wel. Je ziet twee oren hier die naar je luisteren. Dus hoeveel voelt u zich niet gehoord? Het is een Amerikaans concept. Mm-hmm. Ik zag het als een gat in de markt qua media. Of, voornamelijk YouTube. Mm-hmm. Dat ik zou kunnen doen. Ik heb het gewoon een try gegeven en dat was history. Ik heb het niet gemaakt, ik ben gewoon mee gestart. Dus jij geeft eigenlijk aan dat jij dat gat in de mediamarkt hebt gevuld. Want jij hebt dat gat gezien in de mediamarkt. Wie heeft dat gat dan gezet? Want het is wel belangrijk als er een gat is dat we gaan kijken hoe dat gat daar is gekomen. Dat gat. En hoe het eventueel opvulbaar is. Maar jij bent dan vanuit Suriname gekomen en vond en heeft gezien dat jij dat gat kan vullen. Ja. Zo. Dat is wel iets slims dat ik tot nu toe van jou heb gehoord, dat jij wel gaten kan vullen. Oké. Okay. En vind jij dat je het hebt gevuld? Redelijk. Redelijk. Dus het gat is nog open? Ja. Wil je het helemaal vullen? Maar dan doe je half werk. Ik bedoel, ja, waarom ga je beginnen met de gat te dempen als je het niet helemaal volledig dempt? Snap je me? Ja, waarom zou ik het niet helemaal willen vullen inderdaad? Oké, we gaan even verder. Ben jij goed in rekenen? Ik was niet de beste op school met rekenen, nee. Oh, even. Team, mag ik wat toiletpapier van u? We gaan even een beetje ook dieper op in, maar er is ook iets in je neus. Het stoort me, ik wil dat je het even veeg. Ja, even wat sneller, want dat ding hindert me. Dankjewel. Jan, veeg even je neus. Dat ding hindert me. Neem genoeg. Ja, netjes. Hand voor je neus en dan ga je hem netjes weghalen. Je hebt gelijk. Is niet iets dat ik je kan aanleren. Dat hoort niet zo. Ik zeg je al dat als ik je vader was, zouden deze dingen niet gebeuren. Bent u klaar? Neem nog een reserve erbij, zodat je dat omwikkelt. Meneer Depp, dit zijn volwassenen dingen die ik je niet kan aanleren. Je hebt gelijk. En stop hem ver beneden in uw zak. Want hier gaan we het niet achterlaten. Dank u wel. Ja, oké, mooi. Misschien kan je nog een stukje nemen, want er zijn wat vragen. Ik weet niet als je daarvan emotioneel zal worden of hoe je daarbij zal voelen. Maar neem nog een stukje voor de zekerheid. Dank u wel. Ja, ik ben niet zo emotioneel ingesteld, maar ik ben benieuwd. Iedereen, oké, we zullen dan een beetje aantriggeren. Ja, ik gaf aan, bent u goed in tellen? Ja, nee, ik zei, ik ben niet het beste in geweest op school. Oké, laten we even kijken hoe ver je staat op het gebied van rekenen. 8 plus 8 is? 16. Plus 2 is? 18. Plus 3 is? Maar ik snap wel niet wat de rekenen. Plus 3? Ik snap wel niet wat de rekenen te maken heeft. Je zou me zo meteen begrijpen. 21. 21. Plus 4 is? 25. Je snapt nog steeds waar we naartoe willen gaan?
8 plus 8 is? 16. U snapt mij nog steeds niet? Nee. 8 plus 8 is? 16. 16 jaar. En u lacht. 16 jaar. Ik lach niet daarom. Het is best een... Hoe zal ik het zeggen? Het is een crime. Is een crime? Ja. Oké. Okay. Hoe heeft u dat opgelost? Ja, ik heb die video verwijderd eigenlijk. Oh, u heeft het verwijderd. Waarom? Ja, omdat ik als WIDEP niet ervoor sta dat een minderjarige in zo'n 18 plus video zit. Oké, okay, duidelijk. Hij staat er niet achter. Wel een positief punt. Dat u wel, ja, nee, dat is wel ja, eigenlijk goed, hè. Staat er niet achter en dat is heel goed. Komt er een 13 plus editie eventueel? Nee. Ik krijg die vraag elke dag, nee. Waarom? Kindjes moeten kindjes blijven, ga naar school. Ik zie mezelf al 13 jaar hier komen staan en bellen me aan papa, alsjeblieft. Nou, dat is ga leren koken of zo. Ik vind dat hij denkt voor de kinderen van 13 jaar dat ze naar school moeten en dan, alhoewel hij zijn school niet op best doet op school. Maar afijn, oké, okay, dat is goed. Dat is goed. Je doet mijn best niet op school? Nee, dat heb ik niet gezegd, maar okay. Aangezien u moeilijk de rekensom eigenlijk kan uitvoeren, dan geeft dat wel aan hoe ver u staat binnen uw studie, wat ik weet wat u niet doet, maar dat geeft niet, maar dat geeft wel veel aan het rekenen gebeuren. Afijn, betaal jij deelnemers om mee te doen? Nee, het is geheel vrijwillig. Bent u zeker? Oké. Nee, het is gewoon bent u zeker, ja of nee? Ik ga eerlijk zijn. De eerste video moest ik wel betalen. Maar dat was de start. Dus je betaalt mensen? Nee. Kijk, dit bedoel ik. Je gaat het weer uit context halen. Niet uit context halen. De eerste video, de eerste twee moest ik wel dames betalen. Mm-hmm. Omdat toen pas het proces was. Mm-hmm. Ik moest een paar dames van een modellen. Zie je het gewoon als een bepaalde investering die je hebt gezet in een video? Oké, okay, mooi verwoord. Zeker. Mooi verwoord. Heel deftig, man. Ik ga dit dus echt de laatste keer dat ik hierop attendeer. Sorry, man. Uw space. Ja? Ook niet te dicht bij jou, want dan ga je het opmaken en dat willen we niet. Moet je zelf kopen. Afijn, zie je zelf ooit in een wiet? Kun je alsjeblieft een slok nemen? Hoor dan niet van droge keel hier. Ja, heel goed. Stay hydrated. Goed zo. Zie je zelf in een wiet-up video? Of een wiet-up versus? Nee. Dat is niet van mij. Ik als host wil host blijven. Ik wil het op host houden. Ik zie mezelf niet staan en dat 10 of 20 dames naar mij komen om mij te versieren. Waarom start je iets als je zelf niet aan mij? Het is net als een coach met een voetbalteam. Die heeft ooit gevoetbald. Dus hij kan aantonen dat hij heeft gevoetbald. En hij kan dan zijn expertise geven aan de spelers in het team. Inderdaad, maar... Dus in jouw geval, waarom zou dat niet kunnen? Zodat je ook kan aangeven dat je van beide kanten wat weet. Ja. Je kan niet alleen de host zijn. Ja, kijk, ik geef de mensen een entertainment. Ik lever hun een bepaalde product, zeg maar. En waarom zou een drugsdealer zijn eigen drugs gebruiken? Bijvoorbeeld. Nee. Kijk, bepaalde voorbeelden halen we niet aan. Dus deze context halen we helemaal eruit. Want wij zijn geen dealers hier. We zijn alleen een therapeut en een host. Ja. En niets anders. Sorry, man. Dus we halen het eruit. Dus ik ga ook gelijk aangeven dat de mindset... helemaal op andere zaken zijn indien dit niet lukt, maar dat is niet goed. Nee, meneer, als je niet aan het lachen brengt, okay. Ik snap je. Nee, het is wel een gebedsonderwerp, maar af en. Nee, maar nogmaals. Hoe gaat u met haat om? Met haat? Krijg je haat? Ja, ik zou het niet haat roepen. Hoe noemt u dat dan? Mensen die een andere perspectief hebben. Mensen die... Het is niet hun smaak, het is niet mensen hun humor. Mm-hmm. En alles is subjectief. Iemand die mij haat is subjectief. De persoon naast hem kan mij wel leuk vinden. Ik noem het niet echt haat. Waar trek je eigenlijk de grens in jouw video's? En dan heb ik het gewoon over het algemeen. Wat zijn jouw grenzen? Schelden. Bedreigingen. Mm-hmm. Super vieze beledigingen. Dat iemand echt emotionele... Dan vind ik je wel een kleine hypocriet. Want u zegt vieze beledigingen. U bent hier gekomen bij de therapeut en u geeft aan, ik heb korte benen. Het is een belediging. Het is toch een feit? Heeft u de cijfers daarvoor?
Heet je de statistieken daarvoor? Ja. Als je dat ja, niet ik heb heeft, ik wel, heb ik wel. Nee, zeker niet. In Nederland ben je niet gemiddeld, dus daar ben je kort. Als je mij kan aantonen op dit moment wat niet kan, dan is het een mening. En we gaan er niet dieper op in, maar ik geef aan de grenzen. Gaat u maar verder. Ja, schelden, bedreigingen. Als iemand zich echt emotioneel helemaal, helemaal is geraakt, dan stop ik bijvoorbeeld de video. Of, het zijn, ja, kijk, ik ben ook, ik leef ook mee met mm-hmm. de mens naast me. Dus ik kan ook zien als het helemaal niet goed gaat met de persoon. Dus het is een beetje gevoel. Heb je rare momenten meegemaakt tijdens de shoot? Definieer raar. Raar voor jou? Hoe moet ik weten wat jij raar vindt? Ik kan aan mijn kop staan, je vindt het normaal. Nee, geen rare momenten. Geen rare momenten? Dit incident vond je ook niet raar? Welk incident? Ik vond het niet raar, ik vond het... Want als de dame was gevallen, was er geen verzekering. Snapt u wat ik bedoel? Dat, ja, okay. Jou, dus zo te zien, hij heeft een hele verre grens van rareheid. En het niets raar voor hem is ook een aandachtspunt. Zo, ik vind het niet raar. Meneer Depp, er zijn heel veel maar punten. Maar de mensen doen het vrijwillig. Ik vind het niet raar. Ik vind het interessant. Ik vind het, ja. Vrijwilligheid. Dus als iemand van het dak zou willen springen, is het ook vrijwillig. Dus je gaat daaraan niets doen. Is toch vrijwillig? Oké. Ga je wel overtuigen van, hé, ik weet niet als het de beste keuze is. Pas. Sorry. Ik weet niet als het meneer de meneer Depp, nog een laatste keer en dan gaan we dit gesprek moeten beëindigen. Sorry, man. Yes? Nee, oké. Er zijn nog een paar vragen en dan wil ik je ook niet meer zien, want dit wordt ook een beetje... En mijn bloeddruk zakt een beetje, ik heb ook gewoon wat iets zoet. Zijn er wat zure dingetjes daar ergens? Het is gewoon, ik moet het gewoon zien, kunnen ruiken. Dan voel ik me weer een beetje goed, want je werkt aan mijn bloeddruk een beetje. Is goed. Ja, dankjewel. Ja, het is net als een... Nee, zeker niet, meneer Depp. Dit is voor mij. Okay. Dit is mijn zuurstof een beetje. We gaan niet kouden. Het is gewoon wat... Denk je dat er ooit een reunie komt? Ik denk het wel. Ik zie mezelf wel dat organiseren. En hoe ziet u het voor zich? Ja, dat ik eigenlijk alle deelnemers die de meeste interactie hebben gehad met het publiek wil even terugroep om een gesprekje te voeren. Oké. Okay. Ja. Het type content dat u maakt... Zal het voor altijd zo zijn? Nee, ik wil wel andere concepten proberen. Andere concepten hoe? Ja, ik zou graag willen zien Who's Poppin. Who's Poppin? Of What's Poppin. Het is meer nee. Voelen en kijken wat... Kijk, meneer Depp. Als we over zaken praten over de toekomst, dat het verschil voor u uit kan maken, is het wel belangrijk waar uw mindset is. Je kunt mij niet aangeven Who's Poppin. Je gaat toch niet iemand hier zetten die... It's what's popping. What's popping. Wat is daar buiten? Okay. Niet hoe is. Oké. Okay. So what's popping? Oké. Okay. En heeft hij al iets in mind? Ja. Wat is dat? Kijk, meneer, je stelt wel echt interessante vragen. Ik voel me een beetje opgelicht, sorry. Opgelicht? Nou, waarom geeft hij dat aan dat hij zich opgelicht voelt? Ja, ik betaal voor een uurtje en ik word er niet beter van. Je levert me juist meer stress. Je betaalt voor een uurtje, daarom geef ik u aan of zijn ongeveer. Antiep, hoe lang zijn we allemaal bezig? Ongeveer? 30 minuten. Oh, perfect. Ik had het ook al gerekend op een 30 minuten. Vooral op het moment dat u aangaf dat u kort bent. Dus van een uur maak ik het gewoon de helft van de prijs. Kort. Dan kort ik het ook af. En ook geen korting. Dus... Meneer Depp. Dus ik betaal de volle prijs, maar ik krijg een half uurtje. Zeker. Het is belangrijk dat u in de voorwaarden leest. Maar dat kan toch niet? Je kan toch niet? Is oplichting. Alles kan, zelfs het kan en het kan. Dus ook al heeft u betaald voor het uurtje, toch? Ik heb aangegeven in de voorwaarden dat er geen beledigende uitspraken kunnen gebeuren tijdens het gesprek. En ik heb u erop geattendeerd om het niet te doen. Uw space heeft u mij niet gegeven. U heeft alvast gebruik gemaakt van mijn water. Water is duur. Toiletpapier nog duurder, want in de coronatijd kon ik dat niet vinden. Dus ik heb het gehaald uit mijn kluis. En dan komt u aangeven dat ik u heb opgeleverd. U zit al op mijn bank. U heeft het warm gemaakt. En mijn leven nog zuur gemaakt doordat mijn bloeddruk... En dan komt hij me aangeven, ik ben een oplichter. Wat licht ik op? Dus meneer Depp, bij dit intakegesprek, even hoor.
wil ik u bedanken. Je bent serieus about... Nee meneer, nee, ik ga meneer. Blijven. Dan halen jullie me weg. Haal me weg. Als u hier wil blijven zitten, dan is dat voor u. Ik laat mijn notitieboek voor u achter, eventueel u andere vragen heeft. Voor het volgende gesprek, dan kan u ik dat hier noteren. Nee, maar... ik kan het laten. Ik ga niet meer komen, we zijn allemaal oplichters hier. Meneer Depp, ik bedank u voor uw tijd. Dank u wel. De koek al gedacht. Dacht hij dat ik een uurtje. Maar die is low. Komt hier met zijn stomiteit, zo'n bollelie. Vragen stellen, niet eens komt hij met zijn goede heat. Meneer Depp. Laat hij zo veel. Meneer Depp, bed. U rommel, kunt u dat even halen voordat we de kamer verlaten?